Mijn naam is Hans Spanjers van het Duurzame Zetbaarheidscentrum. En wij zijn gespecialiseerd in uh, alle aspecten die te maken hebben met het werken op onregelmatige tijden. In de kennissessie van 20 minuten neem ik je mee op de verschillende aspecten die hiervan bij, hiervoor van belang zijn. Zoals onder andere hoe ga je om met slaap. Wat kun je nou het beste eten, of wat, uh, hoe kun je zorgen dat voeding de brandstof is om zo goed mogelijk door die uh, verschillende diensten heen te komen? En vanuit de wetenschap hebben we een vertaling gemaakt naar de praktijk. En zullen we je proberen met een aantal praktische tips um, zeg maar een stukje hulp te geven, maar ook bewustzijn bij te brengen om te kijken van hoe kun je het makkelijkste en beste omgaan met werken op onregelmatige diensten zodat je het in lengte van jaren op een plezierige manier op een productieve manier maar vooral ook op een leuke manier vol kunt houden